is Peter Schep. Die heb ik ontmoet tijdens mijn werk. Peter, even kort van jou een toelichting. Ja, ik ben Peter Schep. Ik ben manager ICT en informatiemanagement binnen het PC Willebrod. Een grote gecombineerde stichting met zo'n 20.000 leerlingen en 2200 medewerkers. In en om Utrecht, in het midden van het land. Ja. Ja. En ook aanwezig is Okko Huizing. Okko is een collega van mij en die houdt ook bij deze sessie de chat in de gaten. Dus ik zou jullie willen vragen om ook vooral de chat te gebruiken. Wij zien jullie niet, dus het is lastig om een beetje te resoneren met het publiek. Maar dan helpt het als jullie vooral vragen stellen in de chat. Als Peter aan het woord is, zal ik zelf ook even deelnemen aan de chat. Dat doe ik nu niet, want dat leidt mij even te veel af uiteraard. Maar Okko geeft zo goed als het kan antwoord op jullie vragen. En anders zal ik die ook live voor jullie beantwoorden als dat kan. Dus mocht je nu al zoiets hebben van, nou, ik heb al eigenlijk een concrete vraag over een digitale leeromgeving of een specifiek doel wat ik eigenlijk uit deze sessie hoop te halen, laat het vooral weten. De sessie nemen we dus ook op, dus is ook eventueel ook later op later tijdstip terug te kijken. Maar uiteraard fijn als jullie blijven hangen, zodat je ook deel kan nemen in de chat. Even kijken, ja, een paar andere huishoudelijke mededelingen. Wat ik net al zei, je kan je scherm, je indeling van je scherm kan je rechtsonder aanpassen, zodat je de presentatie iets groter in beeld kan komen. Dat is nog een tip. Dan klik ik hem door. Deze sessie gaat uiteindelijk over leeromgeving in kaart. Dat is een tool die we hebben ontwikkeld in het afgelopen jaar voor scholen die hun digitale leeromgeving in kaart willen brengen. Deze is te vinden op wijzer.kennisnet.nl. En dat is eigenlijk een omgeving waar je verschillende tools vindt voor scholen om eigenlijk op verschillende onderwerpen te leren of te reflecteren op bepaalde onderwerpen. Aan het eind van de sessie wil ik ook nog even kort het doel laten zien. Maar eigenlijk het belangrijke is waarom zou je je digitale leeromgeving in kaart willen brengen. En daarvoor moeten we eigenlijk even terug naar wat is eigenlijk de digitale leeromgeving. Wij zien de digitale leeromgeving eigenlijk als de samenhang van de applicaties, de digitale applicaties die je op school gebruikt. Of nu eigenlijk ook op afstand gebruikt om te leren, te samenwerken en te communiceren. En die samenhang, dat is eigenlijk waar het om gaat. Want je hebt nu heel veel, je hebt grote containerbegrippen zoals een ELO, een LAS, een leerlingvolgsysteem. En die ontwikkelen zich ook door, dus die krijgen ook steeds meer functionaliteit erbij. Dus eigenlijk is het dan fijner om gewoon in zijn geheel te kijken van welke applicaties of welke functionaliteit heb ik nou eigenlijk in die digitale leeromgeving zitten en hoe zorg je nou voor dat die applicaties goed met elkaar samenwerken, zodat het als één ervaring eigenlijk wordt gebruikt door leraren en door ander onderwijspersoneel en uiteraard leerlingen. En dat wordt natuurlijk ook steeds complexer, zeker nu we onderwijs ook op afstand hebben. Maar ook omdat er meer eisen komen rondom informatie, beveiliging en privacy. We stellen sowieso meer eisen aan hoe wij eigenlijk met die applicaties omgaan. We willen dat ze beter het onderwijs en het leren gaan ondersteunen. Dus die complexiteit zorgt er ook voor dat je daar eigenlijk vanuit je school of vanuit het bestuur meer regie op wil kunnen pakken. En in gesprekken met scholen zijn we erachter gekomen van ja, dan begint het eigenlijk om bewust te worden van hoe ziet onze digitale leeromgeving er op dit moment uit. En hoe kunnen we daarop voortbouwen? Waar zitten de gaten misschien nog in? En waar kunnen we veranderingen toepassen? En wat voor effect hebben die veranderingen daarin? Wij zijn begonnen eigenlijk met gesprekken met scholen en besturen. Om gewoon goed eens te kijken van wat is nou eigenlijk ook de behoefte en welke vraagstukken leveren. En ik wil jullie even drie vraagstukken laten zien die er bijvoorbeeld zijn rondom de digitale leeromgeving. Mochten jullie zelf daar ook al ideeën bij hebben, noemen ook vooral in de chat. Mocht je ook het interessant vinden om later ook met de tool aan de slag te gaan, dan ben ik ook beschikbaar om daar met jullie over door te praten.
Maar dit is bijvoorbeeld de vraag over van een school om eigenlijk, ja, ze zijn bezig met het opstellen van visie op het onderwijs. En dat is natuurlijk een gesprek wat vaak wordt gehouden. Maar wat vaak nog wel lastig is, is om dan te weten hoe sluit eigenlijk die digitale omgeving aan op die visie van de school. Dus dat is een van de dingen waar de tool ook bij kan ondersteunen door dat die twee dingen eigenlijk, die visie en de werkelijkheid met elkaar te vergelijken. Een andere vraag is van hoe richten we die digitale omgeving nou eigenlijk handig in? Als bestuur wil je enerzijds, als je verschillende scholen onder je hebt, wil je ervoor zorgen dat dat goed blijft werken. Dat het makkelijk te onderhouden is, dat je personeel daarbij kan opleiden. Veel verschillende applicaties maakt het dan juist ook wel weer lastig om dat op een goede manier te doen. Maar aan de andere kant wil je ook volpassen dat je als bestuur niet heel gecontroleerd en rigide eigenlijk bepaalt van dit zijn de applicaties die je moet gebruiken, want hier kunnen wij mee omgaan. Je wil ook scholen eigenlijk de ruimte geven om zelf hun onderwijsvisie eigenlijk daarin kwijt te kunnen. Dus welke applicaties hebben nou eigenlijk welk effect op het onderwijs is ook een prettig beeld eigenlijk om te kunnen creëren met elkaar. Dan kom je ook alleen maar achter, niet alleen maar om een overzicht daarvan te creëren, maar ook met elkaar daarover in gesprek te gaan. En dat is ook een belangrijk uitgangspunt geweest bij dit proces. Zo kan je natuurlijk ook even wat meer inzoomen in, hoe zit eigenlijk die user journey er bijvoorbeeld uit van een leraar. Als die zijn dag begint, welke applicaties wil die eigenlijk makkelijk toegankelijk hebben? En ook leeromgeving in kaart verzorgt. Eigenlijk dat je eigenlijk met vanuit één specifieke rol bijvoorbeeld kan langsgaan van welke applicaties gebruik je nou waarvoor? En wat is dan de functie daarvan? Dan wil ik jou nu even het woord geven, Peter. Ah, super, dankjewel. Om zelf de presentatie te brengen of zal ik dat voor jou doen? Mag jij doen. Ja, fijn. Dan ga ik gewoon praten. Heel herkenbaar verhaal, Rick. Hier zijn we natuurlijk binnen PC Willebrood mee aan de slag gegaan. In het begin heb ik mezelf voorgesteld. Nu ben ik niet zo belangrijk, maar in de context van waar ik over praat, geldt het zowel voor PO als voor VO. We zijn een grote stichting en we pogen om IT centraal op te pakken. En hoe we dat gaan inrichten of aan het inrichten zijn, doen we door middel van een digitale leer- en werkomgeving. En in dat traject wil ik jullie even meenemen. Als ik kijk naar de volgende slide, dan vertel ik iets wat de digitale leer- en werkomgeving voor ons betekent. En Rick zei het net al, de tool van Kennisnet helpt bij inzichten krijgen in welke applicaties de docent nodig heeft. En dat was eigenlijk uiteindelijk ook ons doel. Welk venster, een digitaal venster, heeft nu die docent nodig? Maar misschien ook die ondersteuner, een OOP'er, een conciërge of een schoolleider. Passend bij dus een IT-omgeving, een IT-voorziening, passend bij zijn rol. Dat hebben we gedaan in een programma-aanpak. We baseren alles op Office 365. En het is één omgeving voor die 41 scholen. Waarbij als je eenmaal binnen dat digitale venster bent, je eigenlijk heel makkelijk kan doorlopen naar alle applicaties zonder belemmerd te worden door een wachtwoord. Single sign-on noem je dat ook wel. En wat het ons dan oplevert is eigenlijk meer grip op informatiebeveiliging en privacy. En hoe we dat dan hebben gedaan, dat beschrijf ik aan de rol van Marloes, die ik heb geschetst in de volgende slide. We hebben dat gedaan in persona's. Volgens mij, Rick, zei jij dat net ook al. Maar kijkend naar de rollen binnen de school, hebben we nu een willekeurig iemand benoemd. En dat is Marloes. Dat is een directielid PO, een schoolleider PO. En we hebben eens gekeken, wie is zo iemand? Om IT aan te laten sluiten bij de gebruikers, hebben we heel goed gekeken naar de achtergrond. Wat zijn nou de algemene frustraties? Wat hebben ze nou eigenlijk nodig? En,
En wat is dan het gemiddelde kennisniveau? Dus hoe sluiten we ook aan met adoptie en dat soort items? En dat hebben we vertaald in behoeften, oftewel ook user stories. Heel veel gebruikt in IT, wat minder in onderwijs, maar helpt ontzettend om op een begrijpelijke manier de behoeftes van een medewerker naar boven te halen en op die manier uiteindelijk je IT-omgeving in te richten. Als ik vervolgens kijk in de volgende stap die we hebben genomen, dan kijk ik naar het wat. Dit gaat echt heel goed, Rick. Dat is echt. Dan hebben we het uiteindelijk vertaald naar scenario's. Scenario's, processen, zeg maar wat het. Geef het maar een naam. Dat gaat over bijvoorbeeld altijd en overal kunnen werken. En hoe kan zo'n digitale leer- en werkomgeving dat nou faciliteren? Zo hebben we er als PCO Willebrod naar gekeken. En deze scenario's, ja, dat zijn gebeurtenissen binnen de school die herkenbaar zijn voor het onderwijs. En daar plakken we dan vervolgens weer een applicatie onder. Als ik het heel even heel kort technisch ga maken, dan kijk ik naar de volgende slide. En dan ziet dat er zo uit. Volgens mij, ja, geef het hele plaatje maar. Gaat dat over, hè, we hebben het technisch opgebouwd vanuit een grote grote keuze Office 365, dus Microsoft of Google. Hoe managen we die apparaten en welke technologie gebruiken we? En vervolgens hebben we dat vertaald naar Office 365 functionaliteiten die ondersteunend zijn aan een digitale leren werkomgeving. En vervolgens, hoe zorgen we dan dat we die scenario's goed verwerken in dat centrale basisplatform? Een basisplatform die volledig rolgebaseerd is in onze situatie. Dus elke school logt in op een voor hem herkenbare manier. En we proberen zo min mogelijk te beperken. Hè? We willen niet onderwijsbelemmerend zijn, dus we proberen dat op die manier zo te doen. Ik zie in de chat of er een technische vraag, hè? Geen SCCM meer. Nou, nog een heel klein beetje, maar het liefst zoveel mogelijk endpoint. Ook voor shared devices. Werkt fantastisch. Doen we binnen primair onderwijs nu. Is een super mooie technologie. Als ik dan kijk naar de volgende slide, ga ik weer even bij die techniek vandaan. Dan hebben we het eigenlijk over, wat was dan ons sluitstuk? Hè? Dus we hebben een technische keuze gemaakt. We hebben dat vertaald in behoeften vanuit verschillende rollen binnen de school. We hebben het vertaald naar processen / scenario's. Welke applicaties kiezen we daar dan bij en hoe zorgen we dat we eigenlijk die docent daar niet in belemmeren, maar ook hier en daar helpen bij keuzes. En vanuit IT-perspectief dat we het ook gewoon overzichtelijk houden. Nou, en toen kwam Rick eigenlijk binnen en heeft ons goed geholpen met een pilot. Door eigenlijk naar gelang een aantal scenario's, en volgens mij laat Rick dat straks ook zien in de tool, van joh, hoe kunnen we nou heel simpel applicaties koppelen aan de gebeurtenis van de school? En of je dat nou een proces of een scenario noemt, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Daar zaten we op dat moment, waren we daarmee bezig. En tegelijkertijd hebben we met 41 scholen ongelooflijk veel applicaties. In ongelooflijk veel verschillende versies. Dus vanuit technisch oogpunt dachten we van, hoe krijgen we dit nou nu in beeld? Op een begrijpelijke wijze en maken we uiteindelijk keuzes in misschien wellicht wel iets minder applicaties. Of hoe kunnen we andere medewerkers, andere scholen inspireren in het gebruik van een veelgebruikte tool. Dus eigenlijk het ontsluiten van een stukje kennismanagement. En toen zijn we met kennisnetten in zee gegaan. En zijn we de tool gaan uitproberen. Toen nog op papier. We hebben hem op tafel gelegd. We hebben allemaal kaartjes geknipt. En we zijn met vier mensen aan de slag gegaan.
om dat voor één segment in kaart te brengen. En volgens mij hebben we inmiddels een hele mooie digitale tool, dus ja, super aan te raden. En dan kom ik alweer bij, volgens mij, mijn laatste slide. Waar staan we nu? Nou, inmiddels hebben we door middel van de tool hebben we eigenlijk een volledig inzicht gekregen in ons portfolio. Om het iets te professionaliseren zijn we de applicaties in kaart gaan brengen en noemen we het applicatie portfolio management, zeg maar. Het vertalen van de scenario's naar een adoptieaanpak. Dus hoe krijgen we nou, hè, nu we de applicaties inzichtelijk hebben, hoe gaan we dat nou op een goede manier in kaart brengen, zeg maar. Of hoe kunnen we dat nou in een goede manier, kunnen we dat nu gaan teachen door e-learning of door klassikale trainingen in combinatie met onze huisacademie. Efficiënter inkopen, versiebeheer, nou, het gewoon over het algemeen gewoon beheersbaar houden. En toen kwamen we vervolgens wat verder binnen Kennisnet en kwamen we de voorraad tegen. Een parallel sessie aan deze. Dus mocht je interesse hebben en je kunt er terugkijken, en ik zag dat volgens mij aan het begin al in de chat. Fora is ook super interessant. Om vervolgens deze applicaties daar weer aan te verbinden. Volgens mij, maar goed, dat is even een vraag aan jou, Rick. Is er ook een verbinding tussen de Fora en deze tool, toch? Ja, zeker. Daar kom ik zo nog even op terug als ik het model laat zien. Ah, super tof. Ja. Nou, dat is wat dat betreft eigenlijk onze gang. Waar staan we op dit moment? Ook qua implementatieaanpak. We hebben een basis IT-voorziening laten landen. En dat doen we nu voor al onze 30 PO-scholen. En we zijn nu begonnen met het voortgezet onderwijs. En we doen dat specifiek omdat dat ook weer verschillende behoeften zijn. En ja, IT is bedacht om het leven simpeler te maken en goed te laten aansluiten. En daarom steken we ook vooral aan de voorkant veel tijd in het inzichtelijk maken van behoeften. Maar ook in het inzichtelijk maken van, nou, wat hebben we nu eigenlijk precies? En eigenlijk tot zover deze aanpak. Ik zag wat vragen in de chats voorbij komen. Ik kan me ook voorstellen dat er nog andere vragen zijn. Of we dat nu doen of dat we dat straks doen, Rick. Laten we dat zo meteen doen. Ik hoop nog even 5 minuten voor sluiting ruimte te hebben. Als mensen echt nog vragen hebben. Dus zodat we die live kunnen beantwoorden. Dan maak ik eerst even het volledige verhaal af. Maar stel je vraag uiteraard alvast in de chat. Om nog even terug te komen bij dat proces waar we hebben aangehaakt, ook bij het PCOU. Dit is die kaart waar we op een gegeven moment mee zijn begonnen. Zoals Peter ook al heeft gezegd, we zijn op papier gewoon aan de slag gegaan. En dit, wat je eigenlijk ook ziet als poster, is een eerste model. Dus wat we hebben gedaan eigenlijk door naar verschillende scholen te gaan, naar verschillende besturen te gaan, om deze, de digitale leeromgeving in kaart te brengen, ontstond er eigenlijk ook een raamwerk van processen, wat meer hoog over, wat helemaal gebaseerd is eigenlijk op de input vanuit de praktijk, vanuit wat je nou eigenlijk doet met al die verschillende applicaties. Een belangrijk onderdeel ook hieraan is dat het, zoiets ontstaat volgens mij niet in je eentje als je dit in kaart gaat brengen, maar zoiets ontstaat echt uit dialoog. Want een van de dingen die we ook hebben geleerd, bijvoorbeeld uit de sessie van Peter, is dat juist door die verschillende disciplines bij elkaar aan tafel te zetten, ontstaan er eigenlijk hele interessante gesprekken. En ook wel nieuwe inzichten, bijvoorbeeld vanuit, je hebt mensen die wat meer vanuit de technische kant erin zitten, en mensen die wat meer vanuit de onderwijspraktijk erin zitten. En zo gaan die eigenlijk elkaar ook meer begrijpen, want je bent met elkaar eigenlijk die digitale leeromgeving in kaart aan het brengen. Zoals Peter ook al zei, dit hebben we uiteindelijk ook gerelateerd aan de Fora, de Funderend Onderwijs Referentiearchitectuur.
Dat is eigenlijk een veel uitgebreidere kaart, inzicht over welke processen er allemaal zijn in het onderwijs. Niet alleen maar rondom echt onderwijsprocessen zelf, maar ook daarbuiten als, echt, als onderwijsinstelling. En met de digitale leeromgeving hebben we dat wat meer afgekaderd en wat hoogover eigenlijk bekeken, zodat er een, ja, zeg dat een overzichtelijk framework ontstaat waarin je met elkaar ook het gesprek kan aangaan. En dus die kaart kan gaan vullen. En hier hebben we ook een onderscheid gemaakt tussen onderwijsprocessen. Hier zie je eigenlijk een cyclus in terug en onderwijsondersteuningsprocessen. Dan ga ik even naar de tijd kijken. Ik ga jullie even heel kort laten zien hoe de tool eruit ziet en hoe die ongeveer werkt. Ja, dit werkt. Ik heb alvast even de vrijheid genomen om hier het voorbeeld van PCOU in te verwerken. De tool bestaat eigenlijk uit vier stappen die je met elkaar doorloopt. Er is wel één iemand die de tool bedient, maar zeker als je scherm gewoon deelt, dan kan je dat juist ook heel goed met een groepje gezamenlijk invullen. Je staat stil bij het centrale vraagstuk en dat is ook fijn om eigenlijk met elkaar een soort van focuspunt te hebben van ja, we zijn niet alleen maar hier een bezigheidstherapie aan het doen om die digitale leeromgeving in kaart te brengen, maar weten we eigenlijk met elkaar waar we aan willen werken. Het is ook belangrijk om dat met elkaar ook in te vullen. In stap 2 heb je eigenlijk een hulpmiddel van welke taken eigenlijk daarin voorkomen. We hebben gemerkt ook dat het helpt om daar een aantal voorbeelden van toebediend te krijgen om daarna in te vullen welke applicatie daarbij past. Maar je zou ook kunnen kiezen om dat om helemaal in een leeg scherm te beginnen. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet als je hem wel hebt geselecteerd. Dan kom je eigenlijk dus hier, je ziet dat model in terug. En kun je eigenlijk deze kaartjes helemaal naar eigen wens aanpassen. En kan je dus, je begint bijvoorbeeld hier. Welke software gebruik je om studiewijze vast te stellen? Welke software gebruik je om het leermateriaal bijvoorbeeld te selecteren? Dan kan je dan de naam van je applicatie hier invullen. En dat komt dan hier terecht. Je kan ook zeggen van ik vind eigenlijk deze taak meer passen bij het leerplan maken. En zo heb je eigenlijk, net als dat je dat in de papieren versie had, alle ruimte om zelf die leeromgeving die voor jou relevant is, die past ook bij dat centrale vraagstuk in kaart te brengen. En uiteindelijk als resultaat van deze tool, dit is natuurlijk, het lost niet zozeer het vraagstuk op, maar het zorgt er wel voor dat je met elkaar hierover kan reflecteren. Dus dit is ook een moment om eigenlijk nieuwe inzichten concreet te maken. Wat hebben we hier nou eigenlijk uit geleerd? Welke nieuwe vragen zijn er eigenlijk verder ontstaan? En uiteindelijk bij het afronden van de sessie kun je de rapportage downloaden. En daarmee zie je, heb je eigenlijk een eigen op maat gemaakte digitale leeromgeving die je in kaart hebt gebracht. Die zie je dan niet. Tot zover even dit verhaal. Mocht je nou meer informatie willen, dan ga ik even terug naar mijn presentatie. Die kan je vinden in deze publicatie. Ik zal de link ook gewoon even in de chat zetten. Dat werkt nog handiger zelfs. Ik ben ook tijdens deze conferentie nog gewoon aanwezig. Dus mocht je vragen hebben of zelf aan de slag willen met digitale leeromgeving, de leeromgeving in kaart, kan je mij benaderen. Ik vind het ook hartstikke leuk om jouw school ook, of bestuur daarbij verder te ondersteunen. En vooral omdat we ook kijken naar hoe zorgen we ervoor ook dat dit soort tools vanuit Kennisnet nog beter eigenlijk de scholen en de besturen kunnen ondersteunen. Dus spreek me vooral aan. Nu is er nog ruimte om een paar vragen te stellen. Ik ga ook even de chat bekijken. Ik weet niet of jij al iets hebt gezien, Peter.
Ja, ik zag van Jorgen een mail hoe ik of een chat hoe ik de directeuren van het PO heb betrokken. Ja, dat is heel erg wisselend of een schoolleider affiniteit heeft met ICT. We hebben wel per unit hebben we ICT-coördinatoren betrokken, die of voor die ene school of voor meerdere scholen betrokken zijn. Daarnaast hebben we binnen de stichting hebben we ook een commissie ICT. Dus daar zit minimaal één, en in dit geval zelfs drie PO-schoolleiders in. En die zijn op die manier betrokken bij ICT en informatiemanagement. En hebben zodoende eigenlijk de rest van de schoolleiders vertegenwoordigd. Ik weet niet of er ook zo'n structuur binnen jullie organisatie is. Maar wij hebben binnen de organisatie een portefeuilleverdeling gemaakt, waarin minimaal één PO en minimaal één VO-schoolleider zit. En dat maakt een soort afvaardiging van die structuur. Maar ik weet niet of dat antwoord geeft op je vraag. Anders dan moet je nog even een reactie op de chat gooien. Ik zie ook ondertussen nog een andere vraag van Pascal. Ook al heeft hij al beantwoord in de chat, maar ik zou hem ook nog even toelichten, omdat ik dat misschien niet goed genoeg heb gedaan. De tool zelf wordt ingevuld door één persoon, maar eigenlijk werkt het vooral heel goed als je dit gaat doen met een groep collega's van verschillende disciplines. En Peter heeft dat toen we bij PCOU ook zo georganiseerd. We zaten toen met vier personen. Uiteindelijk moet je het ook praktisch houden. Dus ja, hoe meer personen, hoe langer dat ook gaat duren natuurlijk. Maar juist de sessie die je in de tool invult, kun je ook bewaren. Dus dat is ook een voordeel, omdat je dan eerst bijvoorbeeld wat hoogover op bestuursniveau met elkaar kan invullen. En dan richting elke school eigenlijk gaan om die digitale leeromgeving nog specifieker in kaart te brengen. Dus dat wordt ook echt zeker aangeraden om dat juist vanuit met verschillende personen te doen. Ik zie een vraag van Lisette of er een bestuurder bij betrokken was bij de sessies. Nee, niet inhoudelijke sessies. Nee, dat is eigenlijk echt iets wat we aan de scholen hebben gelaten. Het wordt uiteindelijk ook hun werkomgeving. Hè? Dus met de scholen en het bestuur hebben we de keuze, hebben we eigenlijk een aantal strategische keuzes gemaakt. Maar inhoudelijk gaat het echt over hoe je werkt binnen de school. Dus hebben we dat ook echt in verbinding gedaan met schoolleiders, met ICT-coördinatoren en in enkele gevallen ook gewoon die school, nou, gewoon die medewerker, zeg maar. Dat is ook eigenlijk het antwoord van Rick net om vooral deze tool zoveel mogelijk doen met soms zelf wel individuele scholen. Ja, omdat het gaat over hun werkwijze. Het gaat niet over hoe we het opleggen, het gaat over hoe zij graag gefaciliteerd willen worden. Ja. Nog één laatste vraag die ik beantwoord van Reinhold. Waar zit nu de link tussen deze tool en de Fora? Het model wat je hebt gezien, daar is deze tool op gebaseerd. En wat we uiteindelijk hebben gedaan, is dat het model is afgestemd met het totaalmodel wat in de Fora wordt gebruikt. Dus in principe er is hoe zeg dat, een vertaaltabel. Dus alles wat je hebt ingevuld hier in deze tool, zou je ook kunnen doorvertalen naar, hey, hoe ziet dat er dan uit als ik dat in het totaalplaatje van de Fora zie? Rick, we zijn inmiddels over tijd. Dus mensen moeten weer naar andere sessies. Om 11 uur is de sessie over Fora ook in klaslokaal 2. Ja, daar gaan we door. Helemaal goed. Dank jullie wel allemaal voor jullie aanwezigheid en de vragen in de chat. Ik hoop dat het leerzaam was. En wellicht tot ziens.